Thea Mouwaar staat bekend als de godmother vanwege haar verleden als rechterhand van topcrimineel Klaas Bruinsma. Hierover verscheen haar eerste boek met als titel The Godmother, dat zij schreef met journalist Bart Middelburg. Het is ook helemaal nooit om opgekomen om een tweede keer te doen. Dat is echt in mijn schoot geworpen, hoe zal ik het zo zeggen. Ik heb het boek wel met een bepaald doel gemaakt, hoor. Het eerste of het tweede? Het eerste. Die heb ik wel met een bepaald doel gemaakt. Dat was het echt van, ik las altijd stukjes in allerlei boeken wat gewoon helemaal niet waar was. En op een gegeven moment heb ik echt zo gedacht van, nou, ik ga het één keer doen en dan is voor mij het hele onderwerp afgelopen. Mouwaar is inmiddels 3 jaar terug in Nederland nadat ze 5 jaar lang vast zat in een gevangenis in Panama voor drugsmokkel. Hier gaat haar tweede boek over dat Hendrik Jan Kortrink met haar schreef. The Godmother in Panama. Toen ik terug in Nederland kwam? Nou, toen dacht ze allemaal dat ik vreselijk slecht eruit zou zien natuurlijk. Na zo'n slechte ervaring in Panama. Want wordt dus gewoon aangenomen dat je het daar vreselijk... Ja, eigenlijk is het ook zo in die landen. Sommigen willen al zelfmoord plegen na 2 dagen. Voor mij was het gewoon... Natuurlijk wist ik altijd al dat het zou kunnen gebeuren. Dus ik was veel meer voorbereid dan een ander. Want de andere mensen, of lieve meiden dan in dit geval, of vrouwen... Die gebeurt er dus eigenlijk, ja, onverwachts. Die denken gewoon dat het goed gaat. En die hebben er ook helemaal niet op gerekend dat het fout kan gaan. Dus zo gauw er wel wat fout gaat, dan zijn ze echt in paniek. Omdat ze gewoon denken, ja, nou ja, ze zijn echt een beetje in shock. Ja, er gebeuren zoveel leuke dingen daar ook. Ook met de slechte dingen. Waar je toch om moet gieren. Zoals? Nou, dat Marcella toen ze die gordijn had, ze zat rustig te praten. En dat iemand anders, die krijgt ruzie in hetzelfde gedeelte. En de een wil de ander met een mes steken. En die steekt zo door die nieuwe tolle van Marcella heen, dat ze zo bijna in de rug gestoken wordt. Maar na de rand moet je dat toch omgieren. En in de huizen waar ik zat, moet ik wel zeggen, dat zijn wel huizen geweest altijd waar wel wat te beleven was. Het was niet saai. Ja. Nou, daar waren altijd de meeste vechtpartijen. Zo, jongen. En het eind boven op het bed ga je gewoon kijken wat er gebeurt natuurlijk. Want dan moet je alles in de gaten houden. Ook voor jezelf. Ik heb wel eens gehad dat bijna mijn hele bed opgedonderd werd. Ja. Omdat ze dan vechten en dan proberen ze te schudden natuurlijk. Of ze willen iemand pakken. Nou, dus er zijn al heel wat dingen naar omgegaan. De televisies gaan een stuk, alles. Er is, maar ja, dat vind ik toch wel... Ja, ik vind het toch wel gezellig. Terug in Nederland begon ze een internetpagina op het vriendennetwerk Hives. Ze krijgt veel vragen over het gevangenisleven in het buitenland. Nou, een veelgestelde vraag is natuurlijk de brieven die ze sturen. Dat ze weten of dat wel aangekomen is of niet aangekomen. En een hele hoop brieven raken gewoon kwijt. Ook natuurlijk omdat de mensen het... ze moeten het censureren. Maar die tolk is er nooit dus. En dan wordt het, ja, dan willen, of ze willen het niet geven. Maar het beste is om het nooit naar de gevangenis te sturen. Het beste is brieven gewoon via het ministerie van Buitenlandse Zaken op te sturen. Want ze weten precies waar iedereen zit natuurlijk. Met ter attentie van wie en waar. En dan komt het gewoon in de ambassade of in de consul van het bewuste land. En die kan het gewoon mee naar binnen nemen, want die hebben een diplomatenkoffer. En die kunnen zo de brieven mee naar binnen nemen. Dat wordt ook niet eerst afgegeven hoor. Of je moet wel zo'n lullige ambassade hebben natuurlijk. Thea presenteert haar nieuwe boek tijdens een feest in Amsterdam, waarbij alleen haar huisvrienden zijn uitgenodigd. Denk je dat je nu in wat rustige vaarwater komt? Of hoe zie jij, nou, komt er nog een boek? Ik maak altijd dingen mee altijd. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg. En echt niet. Want vroeger miste ik altijd een vliegtuig. Nou, dat doe ik nu nog. Terwijl ik helemaal geen haast heb. Ik maak altijd gekke dingen mee.